mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het KKorps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat hem vast een like achter. En ik heb een nieuwe challenge voor jullie. Weet jullie ook nog een andere leuke challenge? Laat het altijd achter in de comments. Maar ik heb nu een challenge. En de challenge is alleen maar vrouwen. Wij gaan alleen maar met vrouwen spelen. We hebben een deck vol met vrouwen gemaakt. En wij gaan kijken of we daarmee kunnen winnen in een Classic Challenge. We staan al 3-1. Dat was nog van de All Legendary video. Maar wij gaan nu kijken of we het ook met dit deck kunnen. En dit is het deck dat ik gemaakt heb. En dit zijn eigenlijk alle vrouwen. En dan heb ik nog als spel er een Eros bij. Want er zijn er niet meer. Want als je hier gaat kijken, minions kan je beschouwen als vrouw. Maar het zijn er niet personen. Dus die heb ik niet gekozen. Hetzelfde geldt voor goblins. Ik denk wel dat dat echt mannen zijn. Verder heb je Pekka. Mensen zeggen dat dat een vrouw is. Maar het is nou niet echt een persoon. Dus heb ik niet gekozen. En voor de rest, als je zo kijkt, de beul is een man. Alhoewel hij wel een beetje op een vrouw lijkt. Voor de rest, is er gewoon geen vrouw meer. Dit zijn alle vrouwen. Daar heb ik gewoon Eros als spel erbij gepakt. Dat was een spel die zowel voor air en lucht kan. En niet al... Nee, air en lucht is natuurlijk hetzelfde. Air en grond kan. En natuurlijk niet al te duur is. Dus ik heb gewoon Eros gepakt. En dan is dit het deck. Dit zijn natuurlijk allemaal vrouwen. En allemaal echt personen. De witch. Ja, natuurlijk een vrouw. Ja, dit zijn ze gewoon allemaal. We gaan kijken of we mee kunnen winnen. Ik denk dat het deck minder goed is dan het deck... met alleen maar legendaries, maar gaan we het alsnog zien. Het is een duur deck, maar het kan denk ik wel gaan werken. Wij gaan kijken, we zitten natuurlijk nu hoger dan eerst. Want we begonnen natuurlijk op 0 wins bij de legendary, all legendary deck. Maar nu hebben we alleen maar vrouwen en nu beginnen we bij 3 wins. Dus dan worden de tegenstanders natuurlijk ook steeds moeilijker. Maar we gaan kijken of we kunnen winnen. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind dit soort challenges ook echt gewoon erg leuk om te doen. Gewoon, soms ook gewoon wel leuker dan heel serieus. Oeh, dit is chill. Hij heeft een lava, maar hebben we genoeg tegen R. Hey, dat valt natuurlijk trouwens op. Dat bijna alle vrouwen, zeg maar, in de game er ook raken. Dat is heel opvallend. Valt me nu pas op. Doe even de musketier hierachter. Zo, die arrows die killen natuurlijk niet mijn archers. Zo, doe ik even de bandit. Puur om die Mega Minion even af te leiden. Hoppatee, zo. En dan kunnen we eventjes die Vicebeurs denk ik wel redelijk killen. Alhoewel, dit niet heel goed gaat. Ik doe snel een Valkyrie ervoor. Dat we in ieder geval iets van een counterpush hebben. Want dit deed redelijk wat damage. En ze hebben veel air. Dit deck heeft veel air waar we tegen moeten. Oh nee. Ja, die Valkyrie doet op zich wel prima. Tegen die Skellies. Maar we hebben nu wel weer een draak die op ons afkomt. Ik ga eventjes de heks doen. Hoppatee, kunnen we die even killen dan, die babydraak? Ja, dat kunnen we zonder enige hit op onze witch. Dus dat is fijn. Ik doe eventjes de prinses hoog. En dan komt hij misschien met Minord. Want dat verwacht ik in zijn deck namelijk. Even kijken of we wat damage kunnen doen met dit. Ja, we doen zeker wat damage. Oh, we doen heel veel damage. Dat is niet zo slim van hem dat hij niks er tegen deed. Doe ik even rustig musketier in de back. Hoppatee. Zo, en hij doet nog steeds helemaal niks. Ik dacht dat hij zo met een ballon erachter gaat komen. Alles, ja, kijk, daar is de ballon. Hij spaarde daar gewoon voor. Ik doe snel even de 3 musketeers hier. Moeten we even heel snel die Lumberjack killen. En dan denk ik wel dat die ballon een hit gaat doen. Hopelijk gaan die 3 musketeers op die ballon. Ja, dat wel, maar hij pakt de toren met deze push waarschijnlijk. Oh, mooie vuurbal ook nog eens. Oh, nee, hij pakt bijna de toren met deze push. Maar op zich hebben wij ook wat damage gedaan. Dus we staan nu ongeveer gelijk iets achter natuurlijk. Ik denk dat we de druk een beetje hoog willen gaan zetten. Kunnen we 1 hit doen? Nee. Lastig dit. Even kijken hoor. We hebben op zich die toren wel een beetje binnen. Ik ga toch 1 archer naar rechts doen. Puur om een beetje te chippen. En dan ga ik eventjes Valkyrie inzetten. En dan doe ik bandit erachter. Dan doe ik musketier voor die babydraak. Zo. En dan heb ik arrows ready. Maar die Valkyrie die slice denk ik wel als het goed is. Skarmie. Alsnog heb ik arrows ready. Kunnen we wat damage doen? Ja, we kunnen zeker wat damage doen met die push. Top, 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 top. Ga ik toch dit even arrows gooien. Want nu is die Valkyrie al dood. Oh, ik mis een paar skellies. Dat is niet zo super. Maar we pakken wel die toren daar. Dan gaan we gelijk de druk hoog zetten. Met 3 musketeers in zijn base. Hoppatee. Weg is die toren. Bijna. Of niet. Net niet. Net niet weg. Maar nu wel als ik die prinses hier drop. En de enige kans om nog te winnen voor hem. Is gewoon een dikke 3 kroon neer te droppen. Maar daar gaan we natuurlijk voor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Er is even een musketeer hier. Oh, al wel. Hij komt nu wel met dit. Dit is best gevaarlijk. Dit is best gevaarlijk. Oh nee. Oh nee. Snel even dit ervoor. Snel even dit ervoor. Oh nee. Oh nee. Oh, het wordt nog close. Het wordt nog close. Het werd nog redelijk close. Want hij heeft die toren. Die linkerkant heeft hij hem bijna. En rechts ook. Maar we hebben wel gewoon kunnen winnen. We staan gewoon 4-1. Met alleen maar vrouwendek. Ik vind het best wel chill deck eigenlijk. Ik vind het best wel chill deck. Weet je dus nog. Ik heb het al gezegd. Maar weet je nog een andere leuke challenge? Laat het vooral achter in de comments. En we hebben bijna de crown chest. Dat is heel erg nice. We gaan niks aan veranderen. Want we kunnen eigenlijk niks veranderen. Het enige wat we kunnen veranderen. Is een andere spel te doen. Erin te doen. Maar ik vind die arrows best wel lekker in dit deck. Kijk, hiervoor zijn die arrows. Ik snap niet waarom je dat vuurbalt. Dat is dan ook echt weer een classic challenge noob speler. En het chill is dat hij dat vuurbalde
Kan hij de vuurbal niet gebruiken op onze drie muskies? Dus die gaan we zekerste weten nu inzetten. Hoppatee. Gaan we kijken of we damage mee kunnen doen. Maar dat moet je nooit doen. Een barrel van begin gooien en dan gewoon lekker een vuurbal erachteraan gooien. Dat is echt het domste wat je kan doen. Wacht even tot die Valkyrie. Wacht even tot die Valkyrie. Zo. Die Valkyrie slice die skellies natuurlijk. Wel doet dat wat damage. Maar ik denk dat dit wel een redelijke counter push kan gaan worden. Ik weet het wel zeker. Ik ga er voor de rest die rechterkant laten gaan. Doe ik nog even een bandit hier. Ik denk dat we wel heel wat damage kunnen doen. We hebben de rechterkant al meer damage gedaan dan hij met zijn Hogwarts push. En nu doen we ook nog eens damage via links. We pakken zelfs bijna zijn toren. Die bandit die gaat hem. Als hij niks tegen die bandit doet. Doet hij zo verschrikkelijk veel damage. Dat wil je echt niet weten. Dat is zoveel damage. Gewoon tot 700. Voor de rest had volgens mij niemand anders die toren aangeraakt. Voor mij alleen die bandit. Dus kan je zien hoeveel damage zo'n bandit doet. Maar we staan dus heel lekker weer voor. Wat een lekker deck is dit toch eigenlijk wel. Wat een fijn deck is dit toch eigenlijk wel. Ik wacht eventjes. Dan doe ik even de prinses. Denk. Ik doe hier even de prinses. Zo. Laat ik voor de rest gaan. Continu met dit doe ik even de musketier. Gaan we dit natuurlijk arrowen. Hij is slim. Hij doet niet weer die vuurbal. Heel verstandig van hem natuurlijk. Want dat was geen goede... goede beslissing natuurlijk, had je nooit zo moeten doen. Ik ga even een bandit choppen hier, omdat we dan hopelijk die prinses kunnen uitschakelen voordat die prinses die van mij uitschakelt. Nee, helaas niet. Wel kan die prinses nog die hele Goblin Gang uitschakelen. En hebben we bandit op de toren, staan we gewoon lekker 2-0 voor. Bijna 2-0 voor. Dus we kunnen misschien zelfs weer 3 kronen. Hij lacht ook. Als hij zijn vuurbal heeft gebruikt, ga ik met 3 muskies en Valkyrie komen zo. Hoppatee, allemaal bij elkaar. En dan ga ik kijken of ik hem kan 3... Oh. Ik denk dat hij opgegeven heeft. Ik denk het wel. Doe ik even de Valkyrie hier. Doe ik zo de 3 musketeers om de Valkyrie heen. Zodat de Valkyrie dat lekker kan beschermen. Om al die 3 musketeers. Oh nee. Dat is niet zo slim. Ik ga die barrel laten gaan. Ik wil me nu ook gewoon 3 kruiden. Ik ben nu echt klaar mee. Ik wil nu gewoon kijken of ik hem kan 3 kruiden. 4 musketeers. Let's go. 4 musketeers. Is er eentje al dood? Nee, niemand is er nog dood. 4 musketeers en nog een bandit. Kijken of we damage kunnen doen. Maar het is natuurlijk niet ideaal. Ik weet niet of we die toren gaan pakken nu. Ik ga. Oh, mooie vuurbal. Hele mooie vuurbal van hem. Well played. Maar het chillen is nu wel dat wij... Ik ga die barrel negeren, want ik wil die 3 kruiden verdommen. Het chillen is wel dat wij nu weer onze 3 musketeers kunnen neerleggen. Oh nee, net in die gang. Dat wou ik niet. Ik gok dat hij hier zo met die Scar weer gaat komen. Nee, gaat weer niet. Oeh, we komen er niet doorheen. We staan gewoon lekker dik voor. Maar we kunnen maar niet 3 kruiden. Ik wil hem 3 kruiden. Verdomme, ik wil hem 3 kruiden. Ik laat die Hogwarts gaan. Kijk of we voor die 3 kruiden kunnen gaan. Hij vuurbalt dat nu weer. Dit is serieus niet zo'n hele goede speler. Ik ga arrows gooien voor als die kop met die Scarmy. Had ik dus al verwacht. Kop, komen we doorheen. Nog 800 damage. Dat kan die bandit wel. Kop. 800. Nee, net niet. Net geen 3 kruiden. Ah, jammer. We hebben wel gewoon gewonnen. En we hebben wel nu gewoon lekker de crown chest. Die gaan we ook zeker openmaken nu. We staan gewoon 5-1 met de All Legendary en de All Vrouwendeck. Dus dat gaat echt heerlijk. Kan ik hem vanaf hier openen? Nee, dat kan niet. Ik moet eventjes die kant op. Ik ga eventjes dit openen. Zo, doe ik eventjes de zilver chest. Zo, dan gaan we de crown chest openmaken. En wat zit erin? Dit en een app. Geen epic. Jammer. Helaas geen epic. Maar we gaan door. 5-1. Doen we toch best wel heel erg lekker, vind ik zelf. En we komen nu tegen iemand die ik niet kan uitspreken. Maar we toch steeds met allemaal vrouwen. Dus we gaan kijken of we dit potje weer kunnen winnen. Ik ga denk ik de prinses in de back doen eerst. Even de prinses in de back. Zo. En dan gaan we even kijken. Oké, hij heeft ook 3 musketeers. Misschien speelt hij ook wel alleen maar vrouwen... Vrouwen challenge. We hebben de witch nog niet zoveel gebruikt. Dus die gaan we nu even inzetten. Witch in the back. Ik vind de witch ook gewoon niet zo'n goede kaart. Dus vandaar. Valkyrie hier doe ik denk ik eventjes. Ik ga toch die rechterkant laten gaan. Want als ik nu niet meehelp met links verdedigen. Dat kan wat veel te veel damage gaan doen. Dus ik moet dat wel eventjes doen met die ene musketeer. Hoppatee, mooi verdedigd. Heeft wat damage gedaan. Maar we gaan de druk hoog zetten met een bandit. Het kan misschien niet zo slim zijn. Maar we gaan even kijken of het goed gaat uitpakken. Als hier nu iets met Meenord komt. Kunnen we wat niet goed verdedigen. Kom op bandit. Oh, die bandit wordt echt gesliced door, door die 4 skeletons. Dus dat is niet zo lekker. Even kijken hoor. Nou, we killen die knight natuurlijk heel easy. En dan gaan we even kijken of hij dit rustig gaat opbouwen. Hij doet heel slim een... Heel slim nu een pomp. We kunnen eigenlijk helemaal niks. We kunnen arrows gaan gooien op die pomp. Maar ik weet niet of dat zo verstandig is. Ik ga even de prinses hier doen. Via de andere lane. Zodat de goblins ze niet killen. Oh nee. Zie die enige smerige speergoblin. Pak die speergoblin. Goed zo, prinses. Top. Dan gaan wij... Oh, hij zept gewoon rustig mijn prinses. Oké. Dan gaan wij het rustig opbouwen. Dan gaan we even 3 musketeers in de back doen. Ik denk dat hij dat ook zo gaat doen. Aangezien hij natuurlijk ook 3 musketeers heeft. En net een pompje neer. Dus ik denk dat hij wel genoeg elixir heeft. Kijk, daar zijn ze. Even denken. Ik ga de Valkyrie hiervoor doen. Gewoon als tank. Zo. Kunnen we die tanken? Top. Dan doen we de Bandit hiervoor. Zo. En dan
gaan we even kijken of we wat damage kunnen doen. Maar het valt allemaal vies tegen. Het valt allemaal echt vies tegen. We doen helemaal geen damage. Hij ook niet. Hij doet nog snel die knight ervoor. Dat is heel slim van hem. Oh mijn god. Arrows. Nee, we gaan dit verliezen. 5-2 worden denk ik. Snel arrows gooien. Snel. Hoppatee. Dat deed heel veel damage. Dat deed iets te veel damage. Shit. Dit moeten we nog wel even goed... Oh, hij gaat nu pompen. Dat is misschien niet zo verstandig dat je nu gaat pompen. Puur omdat het al dubbel elixir is. En ik zou nooit en nooit nooit gaan pompen in dubbel elixir. Doe dan liever gewoon gelijk 3 muskies in de back. Wat willen we doen? Ik ga de Valkyrie hier achter zetten. Ik ga de Princess hier achter zetten. Ik ga Archers hierbij zetten. We splitten gewoon zoveel. Nu moeten we gewoon geluk hebben dat hij gewoon niet weet waar hij moet supporten aan welke kant. En dat we op die manier heel veel damage gaan doen. Ik ga de Bandit hier droppen. Ik ga gewoon die druk nu heel hoog zetten. Dit ziet er best wel goed... Dit ziet er toch niet zo goed meer uit. Dit zag er eventjes heel goed uit. Maar daarna viel het weer heel erg tegen. Wij doen 2 muskies naar rechts. 1 naar links. En bij die van links doen wij een Valkyrie bij. Daarachter. Of eerst arrows. Eerst even arrows rustig. Zo, dan doen we wachten. Doen we nu een Valkyrie. Maar het is al GG. Hij heeft het doorgepakt. Ik had niet zo... Oh, ik had 2 muskies naar rechts, links moeten doen. Maar we zijn echt gerekt dit potje. Dat mag ook wel eens een keer natuurlijk. We zijn nu echt eens even ingemaakt. We maken de hele tijd mensen in. Maar nu maakte hij mij vol in. We hadden bijna geen damage gedaan. 5-2. Gaan we even kijken of we nog wel een potje kunnen winnen. Eerste 2 potjes gingen dus lekker. Laatste dus wat minder. Was ook een betere speler dan de vorige. En hij speelde gewoon goed. Even kijken hoor. Level 9... G2 met 2 rare tekens. Ik ben benieuwd uit welke clan komt hij. HZO. Net geen H2O. Ik weet niet wat het betekent. En hij doet nog eventjes niks. Hij gaat wel lastig krijgen met een level 2 executioner. Ik ga even de witch de andere kant op doen. Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Ik wil die witch gewoon gebruiken. Omdat we die by far het minste gebruiken van alle kaarten. Oei, Ice Golem was net iets te laat. Omdat hij er nu net niet ging tanken voor de musketeer. Even voor de bil. We gaan snel even dit ervoor doen. En dan net, omdat hij net een log gebruikt. De prinses gewoon een beetje support. Hoppatee, gaan we even kijken of het damage doen. Ah, dit is wel slim van hem. Dit is wel een leuk idee. Hij tornadoet zeg maar mijn prinses in de range van zijn toren. Dat vind ik wel leuk bedacht van hem. Ga ik eventjes wachten. Doe ik eventjes 3 muskies hier. Ik weet dat dat niet de ideale plek is. Ik had ze eigenlijk liever gesplit. Want nu doet die bil best wel wat damage op die 3 muskies. Hadden we nu maar een healspel. Ik ga straks die healspel erin doen. Ik ga de volgende keer ga ik een video maken met die healspel. Dat lijkt me echt wel leuk om met die healspel te gaan spelen. Dat heb ik eigenlijk allemaal niet gedaan, bedenk me nu pas. Alleen maar in de draft challenge. Dat wordt de volgende video misschien wel. Iets met de healspel. Moet ik nog even kijken wat. Weet jullie nog een leuke challenge naar het achter? Dit was best wel slecht eigenlijk. Dit was best wel weer een slechte aanval. Even kijken hoor. Hoe gaan we dit winnen? Ik denk even rustig de witch weer in de back doen. Ik wil die witch gewoon iets meer gaan gebruiken. Dus doen we nu ook gewoon lekker. Witch in de back, hoppatee. Ga even kijken of we daar iets mee kunnen gaan doen met die witch. Lastig. Hij gaat huilen. Ik ga ook huilen. Het is allemaal heel stom dit spel eigenlijk. Wat een kutspel is dit ook eigenlijk. Waarom spelen we dit? Ik ga eventjes de musketier hier doen. Hij heeft net voor mij zijn tornado gebruikt. Doe ik even de prinses hier. Doe ik even de bandit niet daar. Want dan gaat hij gewoon skellies doen denk ik. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon even doen. Gewoon even random. Gewoon even kijken of die bandit tot damage kan gaan doen. Helaas doet hij nu de Ice Golem. En inderdaad, die Skellies. Oh, maar die killt mijn prinses. Oké, dit is wel mooi. Hij doet wel heel slim. Dat vind ik echt leuk van hem bedacht. Dat hij die prinses naar zijn kingtoren tornado. Dat vind ik echt leuk bedacht. We splitten weer de muskies. Hoppatee, 2 naar links, 1 naar rechts. Nice. En dan doen we qua support, doen we... Mist hij die? Nee, hij raakt hem. Doe ik voor de rest eventjes niks. Dan doen wij een Valkyrie hier. Doen wij een musketier daarachter. Doen wij een bandit daarbij. Doen wij Artis daarbij. Had hij nou net zijn tornado gebruikt? Oh, slim. Nu komt hij met die Infernatoren. Vervelend. En daar is de tornado. Hij countert ons best wel lekker hoor. Hij doet al best wel goed. Kijk of we nu een beetje doorheen kunnen komen. In ieder geval een hit van die bandit. 2 hits, 3 hits, 4 hits. Oh nee, snel even iets inzetten. Hoppatee, dat was wel lekker. Doe ik even de Valkyrie hier. Zo, doe ik even de musketier hier. Zo. Dan gaan we kijken of we weer doorheen kunnen komen met die bandit. Dat was nu het enige hoe we er doorheen zijn gekomen tot nu toe. Hij deed net voor mij zijn tornado. Dus dan kan ik nu eventjes rustig alles op elkaar zetten, zeg maar. Hij deed voor mij ook net zijn log. Dus dan kan ik gewoon de prinses hier... Nee, hij heeft weer geschakeld door zijn tornado. Schakelt hij nou snel? Of ben ik nou echt totaal niet aan het opletten van of hij wel of niet zijn
zijn tornado in zijn cycle heeft. Ik doe eventjes drie musketeers, twee naar rechts, één naar links. Gewoon een beetje splitten. Ga ik eventjes kijken wat hij gaat doen. Gaat hij iets rocketen? Nee, ken ik niet. Doe even de Valkyrie er gelijk voor. Oeh, hij doet de Bulvie de verkeerde kant. Nu gaan we al in. Ik denk dat dit GG is. Ik denk dat dit GG is. Ik kan nu even niet klappen, want ik heb mijn iPad in mijn hand. Maar dit was echt hele mooie rocket. Dat was de enige manier hoe hij die push had kunnen stoppen. Dus dat is echt wel well played van hem. Dit is alleen wat minder, want wij gooien nu gelijk die prinses hoger. Dan kan er wat chip damage gaan doen. Hoop ik. Oh, weer die tornado. Die verschrikkelijk. Ik haat die tornado. Ik heb nu echt een hekel bij de grinnekaart te krijgen aan die tornado. Wel is die prinses nog levend. Hoop, nu kunnen we nu wat damage doen. Weer een rocket. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Hij speelt wel goed met die rocket. Well played. Hij deed die rocket heel goed steeds. Ik was er niet alert voor. Hij deed dus met zijn tornado deed hij al mijn troepen bij elkaar. Gooide hij de rocket op. Vond ik heel goed gespeeld van hem. Gelukkig hebben we wel gewonnen. En hebben we nu dus 3 potjes gewonnen. 1 verloren, jongens. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Weet je een andere challenge? Laat het achter in de comments. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Ik zie hem dan de volgende video. Tot dan met ze. Zo, dat was even best wel snel gepraat.